ben Daphne. Ik ben Jana. We gaan mensen interviewen over de herfstvakantie. Wat vindt u van de herfstvakantie? Wat ik van de herfstvakantie vind? Ik vind de herfstvakantie, voor jullie is het heel mooi, gezellig, educatief en ook speels. Of ik voorbereid daarop ben? Wat zal ik erop zeggen? Ja, het is elk jaar hè, hetzelfde. Hè? We hebben eerst een, hoe heet dat, lente. En dan heb je zomer. En dan heb je herfst. En dan heb je de winter. En natuurlijk zijn we daarop voorbereid. Hè? Wat vind je leuk aan de herfstvakantie? Als de bladeren vallen, dan zie je allemaal gele blaadjes. Kan je ook samen met de kinderen in het bos eiken gaan zoeken. Dat vind ik heel prettig. Heeft u vakantie? Ik heb helaas geen vakantie. Wat vindt u van de herfstvakantie? Ja, herfstvakantie, als je droog is, mooi. Leuk voor kinderen, voor activiteiten, van alles. Ja. Herfstvakantie is mooi altijd. Met kinderen. Op woensdagmiddag doe activiteit. Wat vindt u leuk aan de herfstvakantie? Oh, aan de herfstvakantie, die bladeren. Valt de bladeren, ja toch? Wat ga je doen in de herfstvakantie? In de herfstvakantie ga ik gewoon stage lopen. Dus eigenlijk heb ik geen herfstvakantie. Maar ja. Ja, in principe maak ik het maar één dag mee, dat is woensdag. In plaats van dat ik naar school ga, blijf ik gewoon thuis. Dat is de enige dag. Ik ben Cas van Ooyen. Luc van Ooyen. Jelle Neumaas. Ik heet Jelle Vos. Hoe oud bent u? Ik ben 12 jaar. 10 jaar. Ik ben 10 jaar oud. Waarom bent u Siwi-journalist geworden? Omdat het me heel erg leuk leek. Ik ben een link van school gekomen en dan zo. Maar dat is een breed schoolactiviteit. Dat leek me gewoon heel leuk. Wat vindt u ervan? Ik vind het wel leuk. Leuk? Heel leuk. Leuk. Wanneer heeft u de beslissing genomen? Nou, toen ik de brief las en dat het over een filmpje ging, vond ik het eigenlijk al goed leuk. Toen ik de brief kreeg gelijk. Meteen nadat ik de brede schoolbrief kreeg. Toen ik de brief kreeg van de juffrouw. Wilt u er later ook nog iets mee doen? Nou, cameraman, dat lijkt me wel leuk om te worden. Nee. Misschien wel. Nee, later niet. Heeft u gehoord van de rellen in Haren? Ja, daar heb ik van gehoord op social media. Ja, dat was op tv. Wat vindt u daarvan? Ik vind het onbegrijpelijk, want je weet dat je door de tv en zo weet je dat het geen echt feestje is. En dan ga je er alsnog naartoe en dan zeker en dan ga je er naartoe om... Ja, te rellen. Ik vind het een beetje raar. Nou ja, ik vind het best belachelijk. Ik vind het eigenlijk best wel onredelijk. Want het was gewoon een feestje en dan worden het opeens rellen. Kan het meisje er iets aan doen? Ik zal beter op kunnen letten, maar... Maar ja, uiteindelijk als het eenmaal geplaatst is, niet meer. Nou ja, als je het eenmaal verstuurd hebt, dan niet meer, maar... Je had wel even kunnen checken of het niet wereldwijd gestuurd werd. Ja, ze weet toch dat als je iets op Facebook zet, dat je dan dat dan wereldwijd gaat. Nou ja, gewoon op privé moeten drukken. Zit u zelf op Facebook? Ik heb geen Facebook. Nee. Ja. Nee. Ik ben Ebony van de Siwi TV. Hallo, ik ben Daphne van Siwi TV en ik ga nu een interview afnemen met Ebony. Ik ben Stefan en ik zit bij Siwi TV. Ik ga nu
Daphne interviewen over wat zij vindt over het thema Hallo Wereld. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Ebony van de Valentijnschool. Ik ben Stefan uit groep 7b. Ik ben Daphne van de Valentijnschool. Hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar. Ik ben 11 jaar. Wat vind je van de Kinderboekenweek? Best wel leuk. Wat vind je van de Kinderboekenweek? Leuk. En wat is het thema van de Kinderboekenweek? Het thema van de Kinderboekenweek is Hallo Wereld. Wat vind je van het thema Hallo Wereld? Best wel leuk. Doen jullie veel activiteiten in de klas? Nee. En hebben jullie ook nog iets in de klas gedaan over de Kinderboekenweek? Ja, nee, eigenlijk niet. Alleen maar lezen. En eigenlijk in onze klas is er niet zoveel aandacht aan besteed, maar in de school wel. Doen jullie wel veel dingen met de Kinderboekenweek? Ja, we moesten vlaggen maken en we lezen heel veel. We hebben ook eens een keertje voor kinderen van groep 3 voorgelezen. Dat was best wel leuk. Vind je het leuk om te lezen? Ja, het is mijn favoriete vak. Oké, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Nou, hartelijk dank dat we je mochten interviewen. Oké, dank alsjeblieft. Welkom in het zwembad de Kulk. Hier ben ik gevestigd bij zwemschool Meester Aziz. Komt u verder. Dit zwemschool is een maand geleden opgericht. We zijn vorige week. Afgelopen maandag zijn we begonnen met turbolessen. En gisteren hebben de kinderen afgezwommen, dus vrijdag. En hoeveel kinderen hebben er bij jou voor het eerst afgezwommen afgelopen vrijdag? In totaal 25. Zowel voor de A diploma en B diploma. Dit is het recreatiebad. Prachtig. Hier geven wij particuliere zwemlessen en privé zwemlessen. Okay. Mochten de kinderen aardig gevorderd zijn, dan sturen we ze door naar het diepe gedeelte. Zoals jullie weten, we zijn in Zwembad de Kulk. Wie zijn wij? Zwemschool meester Aziz. Dit is meester Yassin. Meester Adel. We hebben daar meester Sahin. En ik ben meester Aziz. Ik kom van Rotterdam-West. Okay. Dezelfde wijk als meester Aziz. En op welke manier ben jij met meester Aziz in aanraking gekomen? In aanraking gekomen met meester Aziz, dat is gewoon in de buurt, in de moskee. En hij woont niet ver van mij vandaan. Wat wij doen is, wij verzorgen de volgende zwemlessen. Dat zijn turbo zwemlessen. Dat wil zeggen dat je kind in 4 lessen, of in 3 lessen, of in 2 lessen, of in 1 zwem, 1 les, haar of zijn zwemdiploma gegarandeerd haalt. Mocht het zijn dat dat niet zo is, dan krijgt u uw geld terug. Of u kiest als ouder ervoor voor gratis zwemlessen. Ja, de vraag was, waarom hebben jullie gekozen voor meester Aziz? Meester Aziz is, zoals iedereen weet, verkozen tot de beste zwemleraar van Nederland. Heeft een hele aparte manier van lesgeven. Daar kunnen wij als nieuwelingen heel veel van leren. Weet exact, dus precies hoe hij met de kind moet omgaan. En daarom hebben wij ook gekozen voor meester Aziz. Het volgende wat wij ook verzorgen is privé zwemlessen. Dat doen we 1 keer in de week op een zaterdag van 3 tot 4. Dat is een maximale groepje van 3 kinderen. We verzorgen ook particuliere zwemlessen, dat zijn groepszwemlessen. Dat doen we ook 1 keer in de week en dat is ook op een zaterdag van 3 tot 4. Waarom heb ik gekozen voor meester Aziz? Meester Aziz heeft oog voor iedere kind. Dat houdt in precies dezelfde visie net als mij. Dus ik dacht, ik heb ook oog voor iedere kind. Ik zit sowieso in de sportwereld en dit past gewoon precies bij mij. Wij starten 1 keer of 2 keer in de maand starten wij met nieuwe groepen. Waardoor kinderen niet hoeven te wachten op een wachtlijst of wat dan ook met zwemmen. Iedere nieuwe groep wordt ook uitgenodigd voor een bijeenkomst. En wat houdt een bijeenkomst in? Alle ouders en kinderen worden voorbereid voordat de zwemlessen gaan beginnen. Dus als je je aanmeldt bij www.zwemschoolmeesteraziz.nl, ga je aanmelden. En dan krijg je een brief thuis gestuurd en word je uitgenodigd. Goedendag, ik ben Johan Wadamara en we gaan vandaag een kijkje nemen bij Duindorp hoe zij een voorlesmiddag organiseren. Nou, vanmiddag hebben wij een leesmiddag georganiseerd met het opzongeren.
daardoor krijgt Mol ruzie met allebei. Maar niet iedereen in het dorp is blij met de veranderingen. Sommigen vinden het kinderachtig en saai. Het dorp lijkt op een plaatje uit een sprookjesboek of de etalage van een patisserie. Ik ben Leila. Ik ben Beza en ik ben 11 jaar. Ik ben Gertje. Ik zit in groep 7, de kast is bang. En ik ben 11 jaar. Kinderboekenweek en toen kwam een vrouw voorlezen. Het gaat vandaag over de kinderboekenweek. En zo'n vrouw kwam eerst geen voorlezen voor ons. En we mogen vandaag tekenen en kleuren en zo. Ja, staat te glimmen als hij echt niet weet wat ze van plan zijn. Je weet dat je dit aan niemand mag vertellen, zegt Moussa. Hoe bevalt het je deze middag? Heel leuk, spannend. Gewoon leuk en spannend. Dat hebben we georganiseerd in het kader van het Kinderboekenweek. En dat was prima verlopen zoals je net zag. En hoe bevalt het je vandaag? Leuk. En de boek was ook heel leuk. Wordt het jaarlijks gedaan of was dit de eerste keer? Nou, dit is voor het eerst dat ik dat zelf persoonlijk meemaak op het werk. Maar het is al vaker gebeurd. Elk jaar komt het weer terug op verschillende plekken door heel Rotterdam. Dus, ik heb er veel plezier van beleefd, want het is voor het eerst natuurlijk dat ik dat meemaak. Yeah, mic check 1, 2. Een like voor vlag uit Duimkop. De Bospolder Plein Benedict. Heel ja, zie ik van CUTV. Ik ga meestal niet interviewen. Mevrouw, mag ik je interviewen? Ja. Oké, hoe heet u? Francisca. Hallo, ik ben Joini van CUTV en ik ga meester Evander van TOS interviewen. Mijn naam is Jebel, hoe heet u? Ik heet Ruud de Rover. Ik heet ML. Wat doet u in uw werk hier? Ja, zoals je ziet zetten wij gewoon speelgoed klaar voor kinderen. Die kunnen gebruik van maken. En we bieden ook heel veel sportactiviteiten aan. Zodat de kinderen gewoon bezig kunnen zijn. Wat doet u elke dag? Zoals je ziet, ik werk met de kinderen. Wanneer de kinderen na school buiten komen, gaan ze lekker met ons spelen. Wat doet u allemaal hier? Ik leen hier dingen uit aan kinderen. Kinderen vanaf 4 tot met een jaar of 16, die zijn altijd welkom. We nemen een aantal materialen mee, zoals voetbal, tennis en dergelijke. Zodat jullie gezellig buiten kunnen spelen met ons, in plaats van thuis hangen. Wat leent u? Onder andere skielers en voetbal, tennis, spelletjes, fietsen, steppen en dat soort dingen. Wat vindt u leuk aan TOS? Wat ik leuk vind aan TOS is dat je elke keer wat anders meemaakt. En dat er zoveel leuke kinderen komen meedoen zoals jij. Wat vindt u leuk? Ik vind alles wat die kinderen doen, vind ik leuk. Sporty? Ja, aerobic. Ik ren ook 2 keer in de week. Dus, Waarom vind je sporty leuk? Dat is gezond. Welk sport doet u het graag? Liefst voetbal ik, maar mijn tweede sport is tennis. Het maakt niet uit hoe het zit, we spelen samen. Heel gezellig op het plein met alle kindertjes erbij. Het maakt niet uit hoe hoog ze zijn. Mijn lievelingssport, ik ben zelf eigenlijk niet zo sportief, maar als ik mag kiezen vind ik zwemmen wel heel leuk. Wat vindt u het leukste aan voetbal? Alles een beetje, scoren natuurlijk. Je moet winnen. Speelt u zelf voetbal? Ja, ik speel zelf bij FC Mayens. Dat ligt bij Spaanse weg. Daar zo bij de zwembad West. Wat vindt u van deze buurt? Ik vind het een leuke buurt. Er zijn heel veel leuke mensen. Jong en oud, veel verschillende nationaliteiten. Dat maakt het een hele gezellige buurt. En wat vindt u leuk van de Bospolder? Ik vind het hartstikke leuk, omdat er gaat heel veel spelen. En soms gaan we lekker samen downspringen. Dat is we samen. Heel gezellig op het plein met alle kindertjes erbij. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn, we spelen samen. Kom op, nou doe je ding, iedereen zwart of wit. Het maakt niet uit hoe het zit, we spelen samen. En waarom vindt u het een leuke buurt? Omdat iedereen gewoon samen speelt op het plein. Er zijn nooit ruzies, jong en oud, gewoon allemaal bij elkaar.
Ze is gewoon uitstekend. Hoeveel dagen werkt hij voor TOS? Ik werk 5 dagen voor TOS en soms 6 op de zaterdag. Is het gratis om bij TOS te werken? Je moet tegenwoordig mooie MBO 4 hebben. Ja, we hebben wel vrijwilligerswerk, maar op dit moment hebben we wel 2 vrijwilligerswerken. En ik werk zelf voor een bedrag. Welke buurt vind je het? Sowieso mijn eigen buurt, Bospolderplein. Daarna? Schiemond, dat is mijn tweede buurt, daar ben ik ook een beetje opgegroeid. En dit was VWTV van Duimdrop en dit was VWTV Dan. Wij zijn CIWI-journalisten. Ik ben Jelle Vos. Ik ben Luc van Ooyen. Ik ben Cas van Ooyen. Ik ben Jelle Nijmagen. Wij gaan vandaag Willem van de Snackbar interviewen. En we zijn hier in Terbregge. Hallo, ik ben Jelle Nijmagen. Wie bent u? Ik ben Willem. Waarvoor doet u dit? Geld te verdienen. Waarom heeft u snackbar Willem genoemd? Naar mijn eigen naam. En waarom geen andere naam? Ik wist geen andere naam, dus ik denk, nou, lekker makkelijk, Willem. Iedereen weet Willem te vinden. Wilde u altijd een snackbar hebben? Ja. Hoe bent u begonnen? Als croissanterie. En wat is dat precies? Daar kun je voornamelijk alleen broodjes halen. Is het zwaar werk om dit te doen? Heel veel werken, 7 dagen in de week. En wordt u dan nooit zat? Nee, alleen maar leuke mensen hier. Hoe wordt u eigenlijk eigenaar van een snackbar? De winkel kopen en dan inrichten. En moet je daarvoor leren? Jazeker. En op wat voor een school? Een horecaschool. Heeft u nog tips voor kinderen die later ook een snackbar willen beginnen? Nooit in de horeca gaan, veel te veel werken. Oké, dank u wel voor de interview. Alsjeblieft. We hebben vandaag geleerd dat een snackbar beginnen heel veel werk kost en dat je het beter maar niet kan doen. Ik ben hier van CIWI, tot de volgende keer. Doei!